Mensen die moeite hebben met kauwen en slikken zijn in de meeste gevallen aangewezen op maaltijden uit de blender en soms uit een mal. Dit kan het eetplezier aanzienlijk verminderen, terwijl eten niet alleen een noodzakelijke bezigheid zou moeten zijn, maar ook een moment van plezier. We gaan hierover in gesprek met Peter. Bij kauw- en slikproblemen moet je denken aan eigenlijk een verminderde spierfunctie. Dus eigenlijk gaat het om het kauwen en om het slikken, wat bij mensen dus veel moeilijker is. Het komt voor bij ziektes zoals MS en ALS en Huntington. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat mensen een kaakoperatie hebben gehad en daardoor een tijdelijk verminderde kauw- en slikfunctie hebben. De impact voor mensen met kauw- en slikproblemen is dat zij een aangepaste maaltijd nodig hebben. En dat betekent dat veelal de voeding eerst door de blender gaat en dan glad gemalen wordt daardoor. Waardoor ze veelal eigenlijk geen zin meer hebben in het eten, omdat het onherkenbaar is geworden qua uiterlijk, qua geur, qua smaak. Met als gevolg dat je ook heel vaak ziet dat er sprake is van bijvoorbeeld gewichtsafname, omdat ze te weinig voeding eten. Om lekker en gezond eten toegankelijk te maken voor mensen met kauw- en slikproblemen, heeft Gastronology producten ontwikkeld die visueel herkenbaar zijn, goed ruiken en smaken en geproduceerd zijn op basis van een nieuwe techniek 3D foodprinting. Vandaag zijn we in het Maxima MC, waar ze de kant-en-klare producten uitproberen in de praktijk. Techniek van 3D foodprinting kun je eigenlijk heel veel verschillende gerechten maken. Dan kun je denken aan groenten of vlees of tussendoortjes. Nou, als groenten zie je hier als voorbeeld een 3D geprinte wortel of 3D geprinte doperwten of 3D geprinte rode biet. Die altijd gemaakt is van minimaal 95% verse groenten. En dat betekent dat we dus bijvoorbeeld in het geval van een wortel, van een verse wortel, een wortelpuree maken. Die gaat een 3D-printer in en dat is een soort cartridge die je eigenlijk in drie richtingen vervolgens die gepureerde wortel weer terug print in die vorm van die wortel, waardoor je eigenlijk terug die herkenbare groente weer in beeld krijgt. Nou, bij ons in het Maxima Medisch Centrum werkt het zo dat wij de maaltijd diepvroren binnenkrijgen. Daarna hoeven we het alleen nog maar te portioneren. Afhankelijk van de keuze van de patiënt of die vis, vlees of vega wil eten, leggen we dat component er nog bij. Daarna hoeft het alleen nog te verwarmen en daarna kan de voedingsassistent het uitserveren. En dan kan de patiënt genieten van een gezonde en lekkere maaltijd. De eerste reacties uit de praktijk zijn heel goed. Voedingsassistenten en zowel de patiënt vinden het lekker, het is herkenbaar. Het is voor een gezonde maaltijd die ze geserveerd krijgen. En de bordjes die komen weer leeg terug. Dus dat is voor ons een goed teken dat ze ook smakelijk opgegeten zijn. Dat klinkt veelbelovend. Voor meer informatie kun je terecht op de website www.gastronology.com.